Ik heb hier een raam en in de onderdorpel heb ik een gleufje gezaagd. Dat doe ik altijd bij ramen. En die hou ik dan 10 mm minimaal breed, dat gleufje. Dat is een afdruipprofieltje. Als het water hier naar beneden komt, is de onderdorpel. Hè? Komt naar beneden en het wil dan naar binnen druipen, trekken over dat oppervlak. Maar dan zit er een gleufje en dan wordt het onderbroken en dan druppelt dat hier weg. Een soort afdruipprofieltje. Kijk. Wat heb ik nou gemaakt? Dat is het gleufje. En dan zaag ik hem zo over de cirkelzaag. En dan heb ik hem in het midden gezet, de cirkelzaag. En dan ga ik er overheen en dan ga ik iedere keer een klein beetje kleiner. En dan draai ik hem. En dan kan ik de andere kant weer zagen. En dan tot ik aan die 10 mm ben of iets meer. Die 10 mm, dat is namelijk het punt als ik hier een sponning maak voor dubbel glas. Dan moeten hier gaatjes in komen. En dan neem ik een boortje van 8 of zo. En dan boor ik vanuit die sponning. Dat is natuurlijk, dan komt die altijd netjes uit. In die sponning zie je het later niet, want er zit dat glas. Dus dan boor je hier vandaan naar boven dat openingetje. Minstens 2. Dat als het water tussen de kit doorkomt en hier op die onderdorpel terechtkomt, dat het ook weer weg kan lopen. Want het is niks gevaarlijks voor glas dan water bij de kit laten komen van de gelijmde lagen van het glas. Dan laat het los en dan heb je lekkage. Dus dat is een voorschrift. Maar je kan natuurlijk ook in de glaslatten gleufjes maken, maar dit is de manier zoals ik het altijd doe. Goed, nou heb ik hier dus dit erin gezaagd en het wordt nooit helemaal netjes, want die zaagsneden die zie je een beetje. Dus dat wil je dan netjes krijgen, dat laat ik dan even zien. Ik ga een stukje hout, een willekeurig stukje hout, ga ik gewoon een gleufje maken op de zaag. Dus ik laat dit raam maar even hier. Dan kijk ik eerst hoe hoog dat die komt, de dikte van je duimstok bijvoorbeeld. Kijk. Dat is een mooie diepte van gleuf. Meer hoef je niet te hebben. Klein gleufjes voldoende. En nou heb ik hier een proefballetje. En dan meet ik even op hoe breed dat is, dat raam. Dat is hier zo 44 mm. Dus als ik nou 22 mm neem, dat is ongeveer de helft. En dan ga ik vanuit die helft. Is dat. Zo, daar zit hij ongeveer. En ik heb hier zo'n mooie fijn afsteller. Dat kan ik zo draaien. Dus ik begin gewoon op de helft. Problemen met mijn spouwmes. Die gaat een beetje naar achteren en daardoor komt hij erboven uit. Even kijken of die nog doet. Zo gaat hij goed. Er zitten nog flietertjes, maar dan heb je zo'n grondschaaf, die is meestal te breed. Dus je moet er toch even met een heel smal bijteltje die erin past, kan je hem zo eruit halen. Het mooiste zou zijn als we daar nou een klein grondschaafje voor hadden. Maar ja, ik heb er wel eens één gehad bij Baptiste, maar dat ding dat rammelde aan alle kanten, dus dat heb ik weer teruggestuurd. Dus we doen het toch maar met de hand,
Maar ja, heb je 20 ramen te doen, dan is dat wel handig als je daar weer iets voor maakt. Of je kan het gewoon met de frees doen. Je neemt de frees en dan kan je ook dat doen. Kijk, een frees instellen duurt langer als op die cirkelzagen eventjes het midden zoeken. Dus ik heb dat bij één raam. Meestal heb ik maar één raam. Maar nou heb ik dit grofweg weggestoken met een heel smal beiteltje. Als je geen smal beiteltje hebt en je hebt een beiteltje dat net iets te breed is, kan je op de slijpmachine natuurlijk wel een beetje smaller maken. Dit heb ik van de kringloop geloof ik gekocht ooit is, dus dat zou ik best aandurven. Goed, maar zo'n beiteltje heb ik wel. Maar wil ik dit nou helemaal mooi netjes krijgen, dan zou je eigenlijk een schuurpapiertje er doorheen willen halen. Maar ja, dat doe je namelijk, kijk, je vouwt hem één keer, dat schuurpapiertje. Je zet hem in de groef en dan druk je met dat beiteltje wat erin past naar die andere hoek toe. Even kijken of die nou goed in de hoek zit. En dan kan je hem zo op maat drukken. En dan kom je niet helemaal tot de andere kant, maar dan draai je hem. Haal hem een beetje heen en weer, dat hij zo breed mogelijk wordt. Ik kan hem nog een keertje omdraaien. En dan komt hij precies in de vorm van dat ding. En nog mooier is om hier een plankje in te hebben. Even kijken of dit past. Dat gaat een beetje aan de strakke kant, geloof ik. Of ben ik al? Ja, ik ben er al. Goede plankje, kan je hem daar ook omheen vouwen. Maar heb je geen plankje, dan kan je met die vouw kan je hem ook schuren. Niet te hard drukken, anders druk je hem weer uit het fatsoen. Nou, als je een korrel 80 of 60 neemt, lekker grof. Kijk, hij is al versleten. En dan beginnen we een eentje verder. Nog een keer. Vouwen. Dan dit gevouwen en dan het mooiste is natuurlijk met zo'n lasje en dan kan je toch wordt hij alsof hij gefreesd is. Is die mooi of is die mooi?